Goedenavond, vrienden. Ik zei goedenavond, vrienden. Goedenavond, meneer Van Merwijk. Leuk dat u er bent, meneer Van Merwijk. Dat u met uw zieke lichaam helemaal uit Utrecht bent gekomen, meneer Van Merwijk. Mij is gevraagd om het kort te houden, dus tot ziens. Nee, we zijn een beetje uitgelopen. Ik doe twee dingen. Ik doe twee teksten die ik voorlees en ik doe twee liedjes. Of één, als het te lang gaat duren. Ik heb vorig jaar mijn verzameld werk is vorig jaar uitgekomen. Dat heet De grootste denker van Nederland over het mooiste land ter wereld. Het is een gave, hè? De kans dat één van jullie het in de kast heeft staan is vrij klein. Er zijn wereldwijd nog geen 700 exemplaren van verkocht. Ik wou er aan twee dingen uit voorlezen. Het eerste gaat over egoïsme. Regelmatig wordt mij, uiteraard door mensen met kinderen, verweten dat ik egoïstisch ben omdat ik geen kinderen heb en die ook niet wil. Volgens mij zit het zo. De meeste mensen nemen gewoon kindertjes zonder daarbij na te denken. Die horen dan bij het leven, zoals bloedsomloop en haargroei. In alle objectiviteit kunnen we concluderen dat het gros van die kindertjes niet helemaal gelukt is. De een heeft ADHD, de ander Asperger en weer een derde is dyslectisch. Ik ken er zelfs een paar, die hebben het alle drie. Een soort juveniel pretpakket. Of ze zijn motorisch niet in orde, de tandjes staan scheef, de voetjes naar binnen, dan wel naar buiten. Aan de meeste kindertjes mankeert wel iets. Logisch, je kunt niet verwachten dat een kruising van een paard van de Schillenboer en een Shetlandpony een prachtige Arabische volbloed oplevert. Toch schijnen de meeste ouders van die mislukte kindertjes te houden. Het verbaast mij altijd dat ze in de pauze hun eigen kroost meenemen van het schoolplein, terwijl er toch beter gelukte exemplaren rondlopen. Natuurlijk moet er aan die slecht uitgevallen jongens en meisjes flink wat gesleuteld en verbouwd worden. De een moet naar de logopedist, de ander wordt volkomen terecht gepest en moet dus naar de kinderpsychiater. Er moeten beugels in, ze moeten naar de orthopeed. Je kunt het zo gek niet bedenken. Vanzelfsprekend draaien die ouders niet zelf op voor de kosten. Het levendeel wordt betaald uit belastinggeld. Door mij dus. Brilletjes, steunzolen, bijlessen, medicijnen, aangepaste fietsjes. Het kost mij allemaal handenvol geld. Dat maakt mij niet uit. Ik doe het graag. Ik heb iets voor een ander over en ik gun iedereen het allerbeste. Leven en laten leven. Dat is mijn devies. En ik zal de allerlaatste zijn die de Shetlandponies en Schillenboerknollen gaat verwijten dat ze geen Arabische volbloed hebben weten te produceren. Maar ga mij dan niet zitten verwijten dat ik egoïstisch ben. Afgesproken. Dat je rechtop al je kleren aan kunt trekken, dat je niet doorgelegen bent op 20 plekken, dat je je dochter met één klap de mond kan snoeren zonder dat de hele wereld zit te loeren, dat niet iedereen zich met je kon bemoeien omdat je niet professioneel kunt barbecuen, dat je niet hoort wat door de buren wordt besproken, niet een uur of zeven bezig bent met koken en dat 's ochtends niet meer alles sterren nat is, dat er een brievenbus, een bankstel en een bad is en dat je even iets van Mozart op kunt zetten, dat je nacht kunt slapen zonder slaaptabletten, dat je kunt kiezen uit een hele kast met boeken, je niet de hele dag alles hoeft te zoeken, dat er gewoon weer elke dag een ochtendblad is en dat er waar je gaat of staat waarin zijn plek zat is en dat je eten kunt van porseleinen borden zonder een homofiel genoemd te worden, dat je je kleren en je schoenen aan kunt houden, niet de hele dag met stoelen hoeft te sjouwen, dat je de hele nacht hoeft te klaverjassen met mensen die zich dagenlang niet wassen, die kortzichtig, dom en ongenuanceerd zijn en bij het minst of geringste geparkeerd zijn, dat niet je zoontje de familie opgeschrikt heeft omdat hij een stuk schrikdraad ingeslikt heeft, dat je niet langzaamaan een soort van Joep van het Hek wordt, het voor je ogen op een dag een rode vlek wordt, dat je geen advocaathulp hoeft te vragen omdat je iedereen tot pudding hebt geslagen.
Dat zijn dingen die je weer waardeert als je een week hebt gekampeerd. Twee liedjes. Ik was als kind verlegen, stil en vaak een beetje stug. Ik ging dan in een hoekje zitten en ik trok mij terug. Ik liep waarschijnlijk al die lange jaren met Asperger rond. Maar dat kon niemand weten, omdat dat nog niet bestond. En mijn zuster sloeg de ene dag haar kamer kort en klein. En de dag daarna was alles rozengeur en maneschijn. Nu zeg je bipolaire stoornis, je bent blind als je het niet ziet. Achteraf was het eenvoudig, maar dat had je toen nog niet. Dat had je toen nog niet, dat had je toen nog niet. Pedagogen stuurden mensen met een kluitje in het riet. Wie niet kon lezen, die was dom, want dyslexie bestond nog niet. Dat had je toen, dat had je toen, dat had je toen nog niet. Als je vroeger iemand doodsloeg, dan was je vaak de klos. Nu kun je het niet helpen, want je hebt PDD-NOS. We weten nu pas al die dingen die geen mens toen wist. Jezus was een borderliner en een masochist. En dat Napoleon een slechterik was, is een waanidee. Hij had phalanx, was autistisch en hij had ADHD. Nu is alles helder, maar wat wisten we ervan? Als Wilhelmina nu zou leven, werd ze omgebouwd tot man. Ik vraag me wel eens af, hoe zou dat verder gaan? Is er strakjes niemands schuld als hij iets heeft gedaan? Als je na je puberteit je tante doodslaat met je oom, leid je dan aan PPS, postpuberteitssyndroom? We weten uiteraard nog niet wat het gaat worden allemaal. Maar twee dingen staan voor mij al boven water als een paal. Genghis Khan was geen Mongool, maar had syndroom van Down. En Florence Nightingale was achteraf de eerste klinieklang.